John, even terug naar vorig seizoen. Je draaide uitstekend bij ADO Den Haag. En op een gegeven moment krijg je een blessure. Vervelend voor ADO, maar nog veel vervelender voor jezelf. Ja, ja, dat was een lastige blessure. Die me eigenlijk de laatste twee wedstrijden van vorig seizoen al langs de kant hielden. En ja, de voorbereiding wel meegedaan, maar nog niet topfit. En ja, gelukkig nu wel het geval. Goed, dan is de voorbereiding, dan krijg je toch een beetje een terugslag van zo'n blessure. Ja. Word je dan een beetje moedeloos van, dat je het seizoen gaat beginnen, kan ik weer niet meedraaien? Nou ja, goed, het is natuurlijk wel een teleurstelling, ja. Zodra het seizoen begint, dan wil je erbij zijn. Alleen, het was niet realistisch. Dan was de kans dat het weer zou gebeuren, was groter. Dus we zijn verstandig geweest en hebben iets meer de tijd genomen. Want het is wel belangrijk als je terugkomt dat je echt topfit bent en dat je er ook gelijk kan staan. En nou ja, goed, dat moment is nu gekomen. Dan zie je de ploeg spelen en dan lukt het net niet. 0 punten, 2 wedstrijden. Wat denk je op die tribune? Nou ja, goed, het zijn natuurlijk 2 wedstrijden die op papier niet de makkelijkste zijn. Ja, je begint tegen Utrecht, begin je goed met een 2-0 voorsprong. Ja, en uiteindelijk geef je het weg. Verlies je die partijen, dat is een teleurstelling. Ja, bij PSV uit weet je gewoon dat het heel erg lastig gaat worden. Maar goed, al met al, er is heel veel strijd geleverd en je bent lang in de wedstrijd gebleven. Dus ik denk dat de zaak is om daar vooral de positieve punten eruit te pikken. En er komen nu gewoon hele belangrijke wedstrijden aan. We beginnen met morgen thuis tegen de promovendus. Ja, dan moet je gewoon vol voor 3 punten gaan. En dan moeten we ook van die vervelende 0 af. Deze week een oefenduel van Jong ADO Den Haag tegen Quick Boys. Dan maak je weer speelminuten. Ja, dat moet je dan ook weer een stukje voldoening geven dat het lekker gaat. Ja, nee, tuurlijk. Maar het is misschien meer voor de buitenkant die denkt van oké, hij is er weer. Maar zelf werk je daar naartoe en je bent er dag in dag uit mee bezig. En dat was de volgende stap in de revalidatie. En je moet ook gewoon weer minuten hebben gespeeld om sowieso bij de selectie te zitten, bij het eerste. En dat gebeurde afgelopen dinsdag. Het was fijn om weer te spelen en minuten te maken. En ook weer een stukje vertrouwen daarin. Vertrouwen te creëren dat je echt weer fit bent. Goed, en dan de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Sparta. Daar zit je dan in ieder geval weer bij. Ja. Komt er een plekje vrij op het middenveld, definitief. El Koyati weg. Dus ja, dan zeg je natuurlijk ook iets van, ik wil er wel heel snel bij zijn nu. Ja, nou ja, goed. Kijk, we gunnen het Nasser allemaal. En hij heeft zijn transfer te pakken die hij zelf ook graag wilde hebben. Maar goed, dat zal voor ons een verlies zijn dat hij nu definitief weg is. Maar dat biedt wel andere mogelijkheden voor andere spelers. En goed, voor mij persoonlijk, je bent dan wel middenvelder. Maar ik heb vorig jaar ook met hem op het middenveld gespeeld. Dus het is jammer dat hij weg is. Maar goed, wij moeten dat als groep op gaan pakken. En dan moeten andere jongens gaan opstaan en de kar gaan trekken. En daar ligt natuurlijk wel een uitdaging voor een paar jongens, ja. Wedstrijd tegen Sparta. Sparta 4 punten uit de 2 wedstrijden, ADO nog 0. Proef je dan tijdens de training de hele week toch een bepaalde extra druk of dat nog niet? Nee, elke wedstrijd is 1 op zich. En ik vind dat je in de thuiswedstrijd tegen de Sparta, dan moet je vol voor de winst gaan. En je zal op je best moeten zijn. Want er is geen enkele wedstrijd en geen enkele tegenstander waar je zomaar even overheen walst. En we zullen top moeten zijn om resultaten te halen. Maar goed, dat is aan ons. En eerste 2 wedstrijden helaas geen resultaat. Wel hier en daar goede dingen gezien. En nu is het zaak om ook punten te gaan halen. Jij hoopt natuurlijk dat je in ieder geval ook die wedstrijd tegen Sparta nog speelminuten kan maken. Ja, nee, tuurlijk. Uiteindelijk wil je dat altijd. En het is op dit geval is dat ook realistisch dat je weer fit bent. En je bent weer helemaal hersteld. En dan wil je gewoon minuten maken, dat is logisch.